5 varen. We varen wel soms als een spoorboekje, maar niet van 1 tot 5. Nee, heel ongeregelde tijden. Ja, we beginnen soms midden in de nacht, dat is vaak maar net wanneer we geladen komen. Dus het kan heel vroeg zijn en heel laat. Als we alleen op de lijn strek zijn, dan varen we meestal zo van 5 tot of van 6 tot 1 uur of 19. Aangezien we veel haasters hebben. Het komt voor dat we meer haast hebben, dan maken we dus meerdere uren. Maar dat zijn dus wel de urentijden. Maar niet van 1 tot 5, dus dat, dan brengen we de reis niet af. Dat duurt te lang. We zijn zo opgeroeid. Ik bedoel, we weten helemaal niet anders zo die ongeregelde tijden. Soms liggen we 's nachts te laden of te lossen. En soms varen we het weekend. Maar dan slaap je overdag wel om eens te beurten natuurlijk. Of jij niet vaart, of ik vaar dan. Wij hebben sinds kort hebben we dus nog een matroos aan boord. Martin is een goed jaar. Dus we voeren nu met drie mensen. Dus kapitein, zoals het dan hoort. Een stuurman en een matroos. En dan mogen we dus, dat is voldoende om met dit schip te varen. Ja, ik hou eigenlijk wel van werken, dat scheelt ook wel. Ik vind alles wel leuk wat ik aan boord uit doe. Ik heb eigenlijk geen kans dat ik zeg van nou, dat vind ik eigenlijk vervelend of zo. Ja, en het gewoon het mooie, hè, als je zo achterop zit of zo en je bent aan het sturen, dat is gewoon machtig. Je kan een schip sturen van 90 meter of zo, nou, dat is een hartstikke mooie. Ja, ik vind het gewoon prachtig, een hele beroep. Bijvoorbeeld 's nachts of zo op de IJssel of zo, dan ja, moet je goed opletten, maar dan blijft er op een gegeven moment altijd bij. Maar, ja, dat vind ik wel, als je dat kent, dat vind ik tof, dat vind ik gaaf. Ja. Als je bij iemand op boord bent en je gaat toch goed met iemand om, dan ga ik niet meer zeggen van baas of weet ik voor meneer of wat dan ook. Maar hij gaat daar wel heel erg goed om, dus ik bedoel, ik heb mijn oom gegeven al gemaakt. Hij heeft gegeven, dus ik neem mijn oom gegeven. André naar de baan? Nee. André naar de baan? Ja, ik ga naar de baan. Ik zit alleen een beetje achter mijn pieter. Moet je gelijk achter mijn pieter aan? Veel ijzer wat we hebben voren. Een allerhande soort ijzer wel. Zowel rollen als betonijzer en ook wel veel hoogoverslakken en grind. Dat is toch wel een beetje de hoofdschotel wat we eigenlijk voeren. Geen oud ijzer, want dat is niet zo'n prettige lading. Dan krijgen we bruine plekken, dat roest nog erg aan. Graanproduct ook niet, dat stuift nog erg. We proberen altijd wat schone ladingen te krijgen, omdat we toch vrij druk hebben. Dus, dan houdt het een beetje op de schoonere toer. Slakken zitten weer een hoop bijt in de middelen in, hè? Dan krijg je altijd je ruim nog misladen rood van. Het stinkt ook nog wel, ik bedoel zuren die eruit komen. Ja. Het allermooiste is als wij nieuwe ijzer vervoeren. Het gaat ontzettend snel en het is lekker schoon. De ene keer hebben we een reisje naar Duisburg of naar IJssels. En het gebeurt wel eens dat we naar de Middenrijn gaan, Allenaag, en of naar Basel. Biersvelden zijn het verste, waar wij dan mooi komen. Ja, Rijnvelden kunnen we niet komen, want dat is maar een slice van 85 meter. En we zijn 90 meter, dus dat kunnen we niet meer schutten. Maar ja, dat is aan afstand toch wel een heel stuk verschillend. Dus we hebben reizen van 2 dagen, maar ook van 5, 6 dagen. Ik krijg een loon en ik werk gewoon, nou ja, wat ik doe, dat doe ik. Nou, zo'n beetje schoonmaken en ja, alles een beetje onderhouden, verven en schuren. En
ja, sturen en bij de motor in de machinekamer bijvoorbeeld het, de katten verversen en bijvullen en het vetsmeerapparaat bijvullen. Nou, het gaat gewoon heel vrij eigenlijk. De meeste matrozen die zijn toch wel personen, zal ik maar zeggen, van schippers zelf. Maar het is wel anders. Ik bedoel, want ja, als je toch gewoon kind of aan een boy bent, ja, je bent ermee opgegroeid en je ziet het elke dag en dan weet je toch wel beter eigenlijk. En ik moest dan op zomaar opeens van de wal, kom ik op schip, en dan ga je alles verkennen en dan ga je het eigenlijk pas leren. En eigenlijk als je aan boord woont, zal ik maar zeggen, dan weet je dat allemaal al. In het buitenland doen wij altijd makelaars bellen in scheepsvrachten. En zo sluiten we dus reizen af. En dan zitten we zogezegd in een vrije marktverdeling. Er zijn wel schepen die verhuren aan een bepaalde rederij voor een x-bedrag. Maar daar verspeel je toch over het algemeen een hoop vrijheid door. Wij kiezen voor zelf beslissen waar we dan wel of niet heen gaan. En dat kun je niet altijd als je dus in de charter vaart. En dan is het wel leuk als je gewoon zelf ondernemer bent. De vrije markt die loopt erg op en neer naar gelang de scheepstonnage aangeboden wordt. En vooral de schepen die naar het bovenheen varen, die zijn erg afhankelijk van het op en neer gaan van het water. En juist als het zo laag is, dan ben je wat meer schepen nodig. Doordat ze maar 60% van de laadvermogen kunnen laden. Wanneer het voor je dus geen problemen hebt, wens je de mogelijkheid had om dan ons toch nog leer te maken. Dan wil ik dat maar gerne. Ja, is niks aan te maken. Met laag water kunnen de vrachten zo stijgen dat ze hetzelfde zijn als de binnenlandse trieven. Of soms dan wel eens hoger. Maar bij een normale rivierstand dan is het meestal zo, dan leggen de internationale vrachten toch wel een flink stuk lager. Het komt hierop neer, wij moeten dus na verhouding veel meer varen om dezelfde opbrengst op te krijgen. De binnenlandse vrachten zijn over het algemeen beter. Dan moet je inschrijven op de schippersbeurs en dan moet je dus afwachten dat je aan de beurt bent. Met het gevolg dan heb je wel een mooie reis, maar die duurt dan ook een hele tijd. Ben je nog zo waar komen, omdat er Lubrich blijft toen die mogelijkheid is daar, dan mag van land leren, hè? Of wat het dan kost, dat betaal ik in dan. Ja? Oké, alles klaar. Dankjewel, hè? Weer. Je moet eventjes de touwenproof zo eens een beetje losmaken en dan gaan we nog even straks zetten. We gaan even het touw even opnieuw een keertje straks zetten, snap je wel? Als je dan nog even tussen de deur gaat, dan kun je er even tegen, dan kun je vastzetten. Ja, dat is goed. Laat de meer maar even voor. Ik ga hem alleen even vooruit en even het voortouw een beetje doortrekken en dan is het klaar. Dat is prima. Je bent nodig, hè? Wat zei je? Je gaat eerst eruit, je hebt het voort en op de bak. Je gaat er niet mee achteruit. Dat voort er niet tussen. Eerst hebben we het mooie weer een beetje afgelopen was, maar... Daar staat je na. Dat is mooi. Dat is helemaal niet verkeerd. Ja. Heel goed, hoor. Zo ga je. Even een nieuw hoek thuis overheen. Ja. Hey, goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Ik heb zoek om jullie te vinden. Hoe ga je die weer? We zijn er nog tot gekomen. Ja? Alles goed? Prima. Ik heb niet gelegen natuurlijk, want het is nou nog even mooi weer om te schilderen. Ja. Maar ik wou toch eventjes met je in de boeken duiken. Je had van de week gebeld dat je had wat probleempjes en die kun je misschien eventjes oplossen. Is goed. Ik kan, even... kan niet gemist worden. Laat mij maar even mee, blijf ik hier wel even. Ja, is prima. Waar moeten we wezen, Marco? Ja, we moeten naar binnen. Ja. Lukt voorop nou, hè? Goed, ja. Hallo, oh, is goed. Prima. Ja, doe mijn schoenen eruit. Ja. Nou, mooi. Oh, dat ziet er een beetje zout, maar dit. Nou, bedankt. Met een leuk onderkomen. Oh. Ja, ja, dat ziet er niet gek uit. Zeg, waar zijn de boeken? De boeken. Even kijken wat de problemen zijn. Grilletje stop beginnen. Hier. Weinig tijd de laatste tijd, het is mooi weer om te schilderen.
dat valt zeker wel mee. Ja, dan valt niet mee om s'avonds dan nog eens even wat te doen, hè? Nou, s'avonds gaat het nog wel, hè, maar overdag dan is het inderdaad wat moeilijker. Ja. Ik ben consulent voor het leerlingstelsel Rijn en Binnenvaart van het Koninklijk Onderwijsfonds. Dat betekent dat ik het leerproces bewaak van de jongens die in opleiding zijn voor het matrozendiploma. Het leerlingstelsel voor de Rijn en Binnenvaart is een afwijkend leerlingstelsel van de gebruikelijke leerlingstelsels. Normaal is het 1 dag in de week naar school. De rest leren bij de patroon, werken bij de patroon. Deze is wat anders. Je kunt je voorstellen dat jongens die varen door heel Europa, Antwerpen, Basel, dat is geen uitzondering. Om die jongens 1 dag in de week naar een school te krijgen, dat is organisatorisch niet te doen, wordt te duur. Dus die jongens die krijgen de les aan boord. Dus je zou moeten zeggen van een sloopregeling plus een oud voor nieuw regeling bijvoorbeeld. Dat je kunt zeggen van nou, er komt alleen een nieuwbouwschip als je oude schepen sloopt. Dan krijg je dus een jongere vloot, een modernere vloot, maar krijg je geen toename van het aantal tonnage. Dat zou de bedoeling moeten dus, zijn. Dus gelijking eigenlijk van oude schepen en nieuwe schepen? Ja, een oud voor nieuwe regeling wordt dat wel eens samengevat. De lessen worden opgestuurd naar de leraren. En het probleem is dan om het studietempo bij te houden aan boord. En dat vergt wat extra aandacht natuurlijk. Dus even kijken. Dan neem ik daarna met de schipper door hoe zijn ontwikkelingen zijn met de studie. En vraag ik van hem hoe hij zich in de praktijk ontwikkelt. Het is allemaal ingevuld, Keuren. Ja. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het studeren is niet zijn hobby, heb ik het idee. Nee, dat klopt wel. Vandaar is hij als je die jaar was varen. Dat komt misschien een beetje uit dat zijn vader chef kok is geweest op de grote vaart. Zit er misschien een klein beetje in. Maar leren is inderdaad niet zijn hobby. En hij ziet het wel zitten, maar het komt gewoon dat hij verschrikkelijk geïnteresseerd is in het varen. Dus nou heb je toch wel interesse om dit dus wel te volgen. Het ene is natuurlijk leuker dan het andere, maar dat is met alles zo. Maar hij snapt alles best ontzettend gauw. En hij sturen en 's nachts op radar varen, nou, dat vind ik verschrikkelijk leuk. En we zijn al wat te proberen, wat manoeuvreren zo. En dat begint op te lijken. Maar er is geen enkele twijfel, ik bedoel, maar dat hij het niet zal redden, hoor. Ja, je baas dan, die zorgt dan wel een beetje dat je het een beetje bijhoudt. Maar je moet in wezen toch grotendeels voor jezelf zeggen van nou ja, ik ga vanavond ga ik eens een avond leren. Of een paar uren, weet ik van wat. En dan, je moet het toch hoofdzakelijk wel zelf doen in wezen. Ja, ik ben natuurlijk inderdaad ook van de wal, dus ik heb ook nog wel eens dingen dat ik zeg van nou, snap het niet of wat dan ook. En daarvoor maak ik het ook nog wel eens in de stuurhut. Dan kan ik eventjes zeggen van hoe zit dat en hoe zit dat. En, dat is wel wat makkelijker eigenlijk, hè? Dan kun je nog wat vragen. Want elke keer dat ik een lesje krijg, dat weer, dan moet ik het gelijk opschrijven. Ja. Dan ben ik eerst de lezen even door en als ik dat eraf gedaan heb, dan begin ik met de lessen. Als je deze opleiding gedaan hebt, die is dan voor matroos, zullen we zeggen. Dan krijg je nog vooropleiding schippen, dan krijg je nog schippen. Nou, dan moet je moet nog patenten gaan halen. Nou, dat is nog. Ja, ik denk dat ik nog wat op mijn 22, 23 nog wel bezig ben. Ik heb het lente al verteld. Ah ja. En warm zijn, er was ook aan het worden die brug. Ja, ja. Nou, en de opleiding hebben we eigenlijk al niet zozeer gehad. We zijn op het water geboren en getogen. Dus eigenlijk wisten we de meeste dingen wel. Toen we ons leeftijd bereikt hadden dat we ons patent en papieren konden halen. Toen zijn we gewoon heen gegaan en hebben examen gedaan. En zo hebben we ons patent dus gehaald. En sinds een jaar of 5 terug heb ik dan examen gedaan om een radardiploma te halen. We hadden al een jaar of 7, 8 hadden we al radar, want dan had ik iedere keer zonder diploma gevaren. Maar het risico is toch wel groot dat je een keer gepakt wordt, dus hebben we dan toch maar examen gedaan voor een radardiploma. Iedereen is met iedereen op de hoogte en het is een vrij grote en in wezen wat de communicatie betreft toch een klein wereldje. Vroeger moest je met elkaar tegenkomen en dan toevallig werd er opgedraaid, of werd dus een uurtje vastgemaakt. Maar ja, tegenwoordig dan wordt het minder gedaan
Het loopt allemaal toch een beetje meer op tijd gebaseerd. Tijd is ook geld. Maar iedereen weet van iedereen hoe is wat. Je belt net zo makkelijk als dan wel. Dus ja, communicatie is er genoeg. Ja, het is natuurlijk niet zo dat je zegt, nou jongens, vandaag wil ik eens een keertje lekker gaan winkelen. Nou, als je daar ervaren bent, dan kun je natuurlijk logisch nagaan dat het niet kan. Maar de andere dag lig je bijvoorbeeld aan de wal, dan zeg je, nou ja, ik wil vandaag wel eventjes de stad in of wat winkelen. Nou, dan zeg je heel vaak, ga vandaag maar inkopen doen of wat dan ook. En dan kan ik dat bij wijze van spreken de hele dag wel winkelen. Ja, als het uitkomt, gaan we er samen. Natuurlijk veel gezelliger. Ah, ja, wat? Jullie zijn weg? Ah, ik heb er geen zo bij. Maar hij is alles fijn, hè? Goed, dank je. Ja, toen ik nog aan de wal zat, toen had je eigenlijk je sportte veel meer en je was eigenlijk veel meer met een club vrienden eigenlijk bezig. En als je een boer zit, ja, het is nog niet zo dat je over de deur gaat lopen en je gaat even naar je vrienden toe. Eén keer in de zoveel tijd ga ik dus naar huis toe, naar mijn ouders. En dan, ja, dan ken ik ook nog wel een hoop vrienden die je dan weer opzoeken in dat weekend of zo. Of, ja. Ze zeggen wel dat je zit altijd een boordje kan ergens heen, nou, dat is niet waar. En ja, het is iets anders. Je kan niet zomaar zeggen, want ik loop de deur uit en ik ga even naar weet ik van ergens heen naar de film of wat dan ook. Maar toch wel, als ik weg wil en als ik als het kan, dan ja, is er geen puntje wezen. Dat je me vastgehouden, maar we hebben elkaar even niet goed begrepen. Ga ik even terug en dan kan ik hem even doortrekken. Ja, ik zie niet dat ik hoor dit, hè? Nee, maar ik roep wel even heel hard dan. Ja, dat is prima. Wel, ik zie dat klopt door die lichten. Zet hem samen strak, Martin, hoor. Zo is hij wel goed. Zondagsmiddags dan pakken we het spul meestal in en dan, nou, dan rij je met de auto zeg maar richting Zwolle, van waar je ook ligt eigenlijk. Zes jaar gaan ze al naar het internaat en de school toe om te leren. Meestal tot de jaren 18 zijn ze wel onder de pannen. Ik vind het niet leuk dat de kinderen aan de wal moeten, maar ze moeten toch wat leren. Ja. Het is altijd wel jammer dat ze dus naar school toe moeten. Het weekend is altijd als een zucht voorbij. Maar aan de andere kant, we hebben één voordeel. We hebben ze elk weekend aan boord. Vroeger was het altijd wel zo, waar je dan lag met schip, dan ging je aan de wal naar de school toe. En dan ging je weer naar boord toe, of je kreeg les van je moeder. Ja, het is gewoon
Ja, je ziet je ouders niet zo vaak. En dan toch het verlangen om weer mee te gaan. Omdat het toch, ja, aan boord is de sfeer gewoon gezellig voor je doen dan op internaat. Je bent in eigen ruimte, zeg maar. Je voelt je er thuis. Op internaat is toch weer, de ruimte wordt er meer bezit. Je moet het met meerdere delen en zo. Ja, ik weet het niet, het is gewoon anders. De inleiding is leuker als het andere. Nou, ze kunnen nooit met je meevoelen omdat ze niet uit de schipswereld komen. Dus, nou, ik vind de leiding is toch nooit zo echt als je vader en moeder. Het is toch altijd anders. Ik vind het niet zo leuk. Het is ook heel vaak zo als je bij de leiding komt en ze willen je troosten of zo. En dan denk je altijd van, net zoals iemand zeg maar, gewoon verdrietig dat hij is gevallen of zo. En dan zie je ze eigenlijk niet echt in dat je wat hij mee is. Ja, als je alleen afvalt, dan kun je nog wel eens heimwee krijgen. Oh. Ja, je hoeft, ja, dan heb je toch verdriet en dan toch het eerste waar je heen wil is toch wel je ouders. Dat is aan de ene kant een beetje een nadeel van het varen dat je kinderen toch wel aan de wal moet. Maar aan de andere kant, het varen is natuurlijk wel erg vrij en een leuk beroep. Ik zou geloof niet graag aan de wal wonen. Die jongens hebben er best wel eens moeite mee als ze aan de wal moeten. Ja. En als we dan eens zo zeggen van nou zullen we het schip er maar verkopen, gaan we ook aan de wal. Zeggen nee, dat moeten we maar niet doen. We moeten wel blijven varen. Maar dat neemt niet weg dat afscheid nemen altijd niet zo prettig is. Nee, komt elke week weer terug. Als je vrijwel alleen bent, dan heb je toch best wel eens een keertje wat verantwoordelijkheid. Wat risico's ook vooral. Zijn toch altijd wel redelijk bedragen waar je mee omgaat. Vaak in een paar minuten sluit je tussen hele contracten af. Maar ja, we zijn het zo gewend, dus je hebt er eigenlijk niet zoveel erg in. Als we dat in één keer zouden missen, ik denk dat we dat eigenlijk wel een beetje vreemd zouden vinden. En met het andere schip hebben we een keertje een hele poos aan de werf gezeten. En toen had ik eigenlijk een paar maanden kon ik niet vooruit. Maar ik heb toch niet heel goed je draai vinden, hoor, als je er zomaar niet meer kan varen. Zijn een keertje met de touw. Hop, op een IJzermeer. Ja, hebben we omhoog gezeten. Toen kwam het, we zaten met schip aan de grond en toen kwam er veel drijfijs. Dus zo erg dat we toch wel eraf moesten stappen. Toen zijn we op een sleepbootje naar de wal gebracht. En toen moest ons schip naar de werf. En, ja, er was een hoop schade aan. Het was toch wel een nare ervaring als je show je hebt en houden moet verlaten. En als het dan verdwijnt in een golf of zo, dan zeg je nou ja, er is niks meer. Maar als het dan zomaar aan de grond zit, gebeurt verder niets. Dan zie je de lichtjes nog branden in de kamer. En dan met drie kleine kindertjes stap je eraf. Dan is dat toch geen veel leuke ervaring. Wat meer gevaar en wat drukker. Maar er worden ook wat meer veiligheidsmaatjes ingebouwd. Schepen worden gemeld met welke gevaarlijke stoffen als ze varen. Als ze bij de Rijnlopers binnenkomen. Als er dus ongelukken zouden gebeuren, dat ze gelijk weten met welke blusmiddelen ze dus moeten komen. Speciale ongelukken komen er toch gelukkig heel weinig voor in schepen aan. Ja, maar ja, het gebeurt wel eens een keer dat het schip zo geraamd wordt dat die meneer zinkt. Maar meestal duurt het dan toch wel zo lang dat ze met een reddingsboot weer aan de wal kunnen komen. We hebben altijd nog wel een klein beetje bedenktijd. Maar als het verkeerd gaat, er is ook geen houden aan, want er zijn de tonnages veel te groot voor. Je passeert elkaar soms met tonnages van 5.000, 6.000 ton. Dus als daar echt iets mee fout gaat, ja, dan is er geen houden aan. We zijn vroeger wel eens van, het wordt hier een keer minder over hem heen. Maar als je gewoon kijkt de laatste 10 jaar wat er allemaal in je binnenscheep wat gebeurd is. En je zit in principe met een overcapaciteit. Maar schepen worden allemaal groter. Het was zo toen ik het vorige schip had. Toen dat gebouwd is, had het nog 8 ruimen. 4 normale ruimen en er werden nog houten schotten in gezet dat het maar meer ruimte had. Om allerlei partijtjes te vervoeren. Dan ging zo'n schip van Rotterdam naar Basel misschien wel met 6 of 7 losplaatsen onderweg.
En dat komt praktisch niet meer voor. Als een schip nu 2 losplaatsen heeft, dan is het te veel. En dan altijd de grote partijen. Het is dus ook bewezen dat de scheepvaart nogal milieuvriendelijk is. Ontzettend veel tonnen verscheept met weinig brandstofverbruik. Dus om die reden zie ik het eigenlijk nog niet zo zomaar in. We hebben het erg druk. We hebben het ook vrij goed, moet ik zeggen. Dus ik zie de toekomst ook nog niet zo slecht in. Nee, beslist niet. Ik probeer mijn opleiding af te maken, dat zijn nog een hele reeks. En dan hoop ik, als het lukt, toch een eigen schip laten te krijgen. En dan toch zelf ook te gaan varen. Dat is natuurlijk wel mijn ideaal. Daar ben ik eigenlijk voor aan het leren, laat ik het zo zeggen. Het mooiste is dit, gewoon een eigen bedrijf. Lekker voor jezelf, je kan zelf doen wat je wilt. En als het lukt, is het natuurlijk hartstikke mooi. Nou, je kan eigenlijk wel stellen dat het enige nadeel wat we vinden is dat de kinderen dus aan de wal moeten. Maar verder dan, het is ontzettend afwisselend beroep. Ja, het is mooi vrij. Ja. En, het is leven lang al, maar... Je kunt het mooi samen doen, je bent de hele dag met je man samen. Ik vind het persoonlijk vind ik wel een echt fijn beroep. Woensdagmiddag wordt het Werken aan Werkprogramma op Radio 5 rechtstreeks uitgezonden vanuit het Schippersinternaat in Zwolle. De uitzending begint om 2:00 middags. Woensdagmiddag opnieuw de binnenvaart in Werken aan Werk en dan op Radio 5. De 5e aflevering van de serie Transport, volgende week zondag, zal gaan over gespecialiseerd vervoer, zoals het gebruik van takel- en kraanwagens en het transport van gevaarlijke stoffen.